Dag Bart, een goede avond. Ik ben eerste eredame Miss Deluxe en doe dit interview voor We Love Misses. Zeg eens, een eerste reactie. Ongeloof, echt ongeloof. Ik had de prijs van Fotogeniek binnengehaald en iets wat ik ook totaal niet had verwacht, maar eigenlijk super blij mee ben, omdat dat ja, op vraag van de organisatie is dat een fotoshoot waarin dat je je campagne moet steken, je thema, je boodschap. Dus dat is echt een kindje van mezelf. En ik heb dat zo goed proberen waarmaken en ook nooit gedacht dat ik dat ging winnen. Dus ik dacht, oké, ik heb iets binnen, want ik heb eigenlijk altijd gedacht gedurende de wedstrijd van ik ben een beetje te oud om te winnen. Ondanks dat ik ongelooflijk leuke maanden heb meegemaakt, heel fantastische vrienden heb hier gaan overhouden. Maar je hebt zo goede finalisten. Iedereen zei dat we in een heel sterke lichting waren. Ik heb dat ook vanavond backstage gehoord van dat de show echt top was. En het was ieder van hen gegund. Maar dat ik het is een gevoel dat larger than life is, om het zo te zeggen. Dus ben je een van de oudste finalisten? Ik was de voorlaatste oudste. Dus onze Davy die was 36, als ik me niet vergis. Dus ik ben er 32. Dus, de oude rot heeft gewonnen? Ja, ja. Laat ons hopen dat mijn gevulde rugzak aan levenservaring, dat ik die kan gebruiken tijdens mijn jaar als Mr. Gay Belgium. Oh, dat klinkt heel raar om dit te zeggen. Echt. En wat zijn de eerste stappen die je nu gaat ondernemen? Oh, de eerste stappen, ik denk dat ik vooral eerst ga genieten en dan voor de rest ga ik zien wat er op mij afkomt. Ik wil uiteraard mijn thema niet vergeten. De mensen, de oudere LGBT'ers in woonzorgcentra. Dus en dan voor de rest zullen we wel zien wat dat mij gaat brengen. Dus, ja. Is de bedoeling dat je nog samen gaat werken met Jamie of zal dat hier stoppen? Iedere mister moet groeien in zijn rol en ik heb enorm veel bewondering voor Jamie overgehouden na deze verkiezing. Dus bij hulp heb ik een fantastische organisatie die mij nu zal begeleiden. En ik kan natuurlijk ook wel altijd terecht, denk ik, bij Jamie om een paar tips te gaan halen. Dus wat mij betreft heel graag. Ja. Ik wens je alvast het allerbeste dit jaar. Vier goed en er staan nog heel wat mensen op je te wachten. Ja, dank u wel.